lang zit u? Ik heb veel opgetreden. We waren een van de klas. Heerlijk. Die het leukste gekleed was en zo, hè. We gingen vroeger altijd naar de Franse Riviera. Dus u heeft hier ook uw eigen kamer? Herinneringen ophalen, een band opbouwen en elkaars generatie leren kennen. Dat is het doel van dit project. Ik vind het ook leuk om te weten wat ze vroeger deden en wat ze vroeger eigenlijk leuk vonden om te doen. Of wat je allemaal buiten deed. Natuurlijk zitten wij nu buiten of het skaten op de skatebaan of voetballen. Ja, dat heb je niet horen zeggen, dat hoor je niet vaak. De leerlingen leren over de tijd van vroeger. En de leerlingen leren wat ouderdom inhoudt. De tijd geritst heet het project. Het verschil in tijd tussen twee generaties die als het ware aan elkaar worden geritst. De oudste bewoner die dit keer meedoet is 96. En de jongste leerling is 14. En dus maken sommige verhalen indruk. Er was een mevrouw die me vertelde van ja, vroeger had ik geen leuke jeugd, want we waren straatarm en zo. En dan denk ik van, dat is niet echt wat je wilt, wat je iemand wilt toebrengen. Oh, ze had, dat ze best wel ondeugend was, had ze gezegd. Dat ze de jas over haar hoofd deed, een beetje ging uitlokken. Maar dat vader ook was ondergedoken en zij het uiteindelijk ook. Alle verhalen komen in een herinneringsboek voor de bewoners van het verpleeghuis te staan. Dat door de leerlingen zelf wordt gemaakt en daarna wordt aangeboden. Vorig jaar was er een bewoner zo ontroerd dat hij moest huilen, want er was een boek over hem geschreven. En dat zegt denk ik genoeg. Ja, je krijgt er energie van. Ik hou hier wel van.